Daar gaan we, Toxtricity! Hoppa! Come on! Let's do this! Yo, Nintendo fans en yo, Rickertje Army. Wil je ook in de Rickertje Army? Druk even op die abonneerknop hier beneden. Is gewoon gratis. Dus gewoon even doen. Kom ook in de Rickertje Army. En dan ga ik eens even kijken of ik Pokémon kampioen ga worden. En mijn vraag aan jullie is, welke Pokémon van mij is nou het allerbeste? Welke Pokémon die je hierboven ziet in dit teampie is het allerbeste? En oh ja, jullie zien het misschien wel. Ik zit een klein beetje anders. Ik heb heel mijn setup verbouwd. En mijn andere vraag aan jullie is, willen jullie dan een keer mijn setup zien? Willen jullie zien wat hier allemaal in de kamer staat? Deze knuffels hierachter, deze Amiibo muur, die PC daar. Willen jullie het zien? Gooi het maar even in de reacties en dan ga ik kijken of ik even Pokémon kampioen kan gaan worden. We betreden weer het veld zoals we al vaker gedaan hebben. Kijk eens wie daar is. Daar is Marnie. Ja, I love Marnie. Ik ben een klein beetje verliefd op Marnie, denk ik. Ik heb een zwak voor Marnie. Ze zegt, ik wist dat jij alle gym badges zou gaan halen. En ik wist dat we elkaar hier gingen ontmoeten. Ik weet dat er veel gebeurd is tussen ons. Met mijn broer, met Team Yell. Elkaar helpen bij Spike Muth. Ja, wij zijn een soort van verwant met elkaar. Ik vind Marnie toffer eigenlijk dan Hop. Maar in ieder geval, de waarheid is dat Marnie gewoon zelf ook heel graag kampioen wil worden. Dus we moeten niet persoonlijk opnemen als zij mijn kont gaat slaan. Oh nee, schoppen. Dat is de letterlijke vertaling. Let's go, Marnie! Daar gaan we! Twee gym challengers hier in het stadion. Een soort van voorronde voelt dit. Maar hey, het is Marnie. En Marnie is een bazin. Een echte bazin. En Marnie gooit er een Liepard uit. Met wie ga ik eigenlijk beginnen? Ik ga beginnen met Colossal. Mijn Colossal is best wel al een aantal leveltjes hoger. Ik ga beginnen met Heatcrash. En daar komt hij. Heatcrash. Op zijn baccaroni. Ja hoor. Op zijn baccaroni. Later. Dikke muscle Leopard. Liepard. Dikke doei. Colossal leveltje omhoog gelijk. De speed is maar 48. Dat is echt super laag. Maar ja, maakt niet uit. Nu krijgen we een Scrafty. Dan gaan we even wisselen. En dan gaan we eens even voor de Grimmsnarl. Grimmsnarl. Kom op. Let's go. Daar ben je. Veetrol. Dat blijft een geinige Pokémon dit. En daar is Scrafty, die altijd moeite heeft om zijn broek op te trekken. Ik ga denk ik lekker voor Draining Kiss. We zijn sneller dan Scrafty. Ik ga eens kijken hoeveel damage dat doet. Gaan we hem one-shotten? Oeh, Marnie, dit gaat wel hard hoor. Rillaboom gaat naar level 53. En daar komt Toxicroak. En dan ga ik voor Rillaboom. Lekker, daar is die. Ik vind dat wel echt een hele vet hoor. Toxicroak vind ik wel nice. Ik heb toch niet de goede Pokémon uitgekozen. Waarom doe ik dit altijd fout? Dan heb ik altijd de typing van Toxicroak fout in mijn hoofd. Waarschijnlijk ga ik nu keihard kapot. Venoshock. Ja, super effective. Double hit hem. Bam. We zijn toch een aantal leveltjes hoger. Nog één keer, kom op. Double hit. Ah, nee. Geen full restore. Nee, Marnie. Doe dit nou niet. Oké, double hitje. En nog een keertje. Hoppa. Even een critical hit een keer, Rillaboom. Nee, geen zin in. Oh, jij gaat toxic doen. Oké. Hij gaat toxic doen. Double hit hem. Blam. Nice. Baba, Toxicroak. Hebben we hem toch nog gebeat, hè? Ondanks dat we echt de verkeerde Pokémon hebben gekozen. Rillaboom moet wel eventjes nu gaan chillen. Terwijl wij tegen Morpeko moeten opnemen. En dan ga ik opnieuw voor Grimmsnarl. We gaan gewoon keihard weer voor Draining Kiss. Let's go, Draining Kiss. Op zijn macaroni. Ja, ja. Lekker. Arme Morpeko. Het is zo'n leuke Pokémon, maar toch, het is een weer niet gelukt. Oh, nu komt Marnie ook met Grimmsnarl. Dan ga ik even voor Sirfetch'd. Daar is die hoor. De koning met een prei. Ze zegt, iedereen juicht voor mij. Ik moet dit wel gaan winnen. Oeh, ja, ik hoop het voor je, Marnie. Maar dit is wel je laatste Pokémon. Dat betekent dat we keihard gaan Dynamaxen. Dynamaxen. Gooi die bal omhoog. Hoppa. Kijk hoe groot die wordt, jongen. Ik vind het zo'n baas, de Sirfetch'd. Ik vind het zo'n ontzettende baas. Maar nou ben ik dus benieuwd of Marnie een Gigantamax versie heeft van Grimmsnarl. Of deze Grimmsnarl gaat veranderen. Het zou zomaar kunnen dat zij hem wel heeft en wij hem niet hebben. We gaan het zien. Ja! Oh, kijk dan! Deze verandert als een malle. Deze is super dope. Wow, Marnie. Geef mij deze Grimmsnarl. What? Het lijkt wel een soort van Groot of zo, maar dan lelijker. Hoppakee. Max Knuckle er bovenop. Critical hit. Ik boost nog even mijn aanval. En dan krijgen we nu te maken met Max Starval. Gaat dit pijn doen? Hey, auw. Auw. Dit gaat heel erg pijn doen. Als het goed is, zijn wij gewoon sneller. En gaan we Grimmsnarl met Max Knuckle gewoon keihard nakken. Hoppakee. Lekker hoor. Gaan we het gewoon flikken, jongens. Hoppakee. Mijn
battle tegen Marnie was goed te doen. Grimmsnarl gaat een leveltje omhoog. Lekker Surfetch. Goed gedaan, team. Jullie zijn toppers. Lekker Surfetch. Oh, arme Marnie. Ik wil een keer met jouw duo battelen. Gewoon wij twee samen tegen twee anderen. We klaren iedereen. Sowieso. Ze zegt, oké, ik heb verloren. Maar ik moet de goede punten zien. De vele goede punten van jou en je Pokémon. Oh, Marnie. Haar droom is gewoon in duigen nu. Hè? Dat moeten we wel even beseffen. Dat we haar droom gewoon nu echt gekild hebben. Iedereen in het stadion keek naar ons tijdens ons battle. Ik heb ze gehoord dat ze aan het juichen waren voor mij en mijn Pokémon. Dat was heel nice. Ik heb dan wel verloren, maar we hebben het publiek weten te vermaken. Kijk, ze heeft zo'n goede spirit, jongen. Ze heeft zo'n goede spirit. I love that vibe. Ze denkt dat ze haar broer gaat joinen. Woe! Oké. Ja, in het publiek bedoelt ze. Maar ik dacht even dat ze misschien toch gymleader ging worden. Marnie zegt, ik heb nog niet helemaal besloten of ik voor jou ga juichen of niet. GG, Marnie. GG. Ik wacht op je in de finale, zegt Hop. Nadat ik je heb zien battelen, kan ik niks anders accepteren dan dat ik ga winnen in de battle. Zijn dit de kwalificatierondes of zo? My team is on fire! Oké, Hoppie. Deze meneer zegt, pardon me. Maar de wedstrijd voor jou, die is sneller klaar dan gedacht. Dus misschien heb je tijd om even snel tempo te maken. Hoe gaat het met mijn Pokémon? Oké, die zijn weer helemaal vol. Ik ga zo even met Surfetch beginnen. Want Hop begint volgens mij best vaak met een Normal-type Pokémon. Let's go! Volgende battle tegen Hoppie. Ja, dit zijn volgens mij echt nog de kwalificatierondes voor de Gym Challenger die het mag gaan opnemen tegen de champion. Dus let's go. We gaan weer opnieuw het stadion in. Door naar onze volgende battle. En die battle is tegen onze echte rivaal. En onze echte rivaal in deze game blijft toch nog steeds Hop. Kijk, daar is die hoor. Hop had een soort van flashback. Weet je nog toen we in Postwick waren? Toen kregen we onze Pokémon van Lee. En ik had nooit gedroomd dat ik hier aan het einde zou staan tegen jou voor dit gevecht. Maar nu ga ik afmaken wat we zijn gestart op die dag. Snap je? Degene die kampioen wordt, dat ben ik, zegt Hop. Nee, vriend, dat ben ik. Let's go, Hoppie. Let's do this. Oh, maar deze muziek is wel lekker. Hop heeft wel een lekkere soundtrack, jongen. Nice. Daar komt hij hoor. Hoppie. Ja, zie je, hij begint weer met een dubbel. Ik dacht het al. Normal type Pokémon. De evolutie van Gangster Wunu. En we kunnen natuurlijk ook weer Dynamax in deze battle. Hop zegt, we hebben in de tuin gebatteld. Maar nu ben ik helemaal klaar om hier ook in het stadion te battelen. Dat gaan we zien, Hop. Ik denk dat ik sneller ben. Oh, jouw dubbel is gewoon sneller. Ah, en dan heeft hij ook een super effect. Oké, Hoppie, ga je hem moeilijker maken dan dat ik van tevoren had verwacht? Hier, Brick Break op je bakkes. Dag, Dubbel. Dat is de eerste Pokémon. Die is alvast down. Hoppakeetje. Doei, doei. Surfetch en Toxtricity zijn allebei één level omhoog. Toxtricity wil een nieuwe move leren. Magnetic Flux. Wat is dat? Die ga ik nu niet leren. Hop stuurt er nu een Corviknight uit. En ik denk dat we dat nog steeds moeten kunnen fixen. Met Surfetch. Misschien toch met Brick Break. Oh, nee. Drill Pack. Dit gaan we niet kunnen fixen. Oh, snap. Brick Break hem. Het is niet super effective. Jongens, we moeten even switchen naar Colossal nu. Kom op, Colossal! Hij doet opnieuw Drill Pack. Dat is not very effective. Daar ben ik blij mee. En dan kan ik hem nu gaan burnen met Incinerate. Ja, hij doet Steel Wing. Vind ik ook helemaal prima. Hij heeft ondertussen last van mijn Rocky Helmet natuurlijk. Ja, dat ook nog. En Corviknight gaat down. Lekker! Colossal. De derde Pokémon van Hoppie is een Snorlax. Normaal gesproken zou ik daar Surfetch voor inzetten, maar die is bijna kapot. Misschien kan het alsnog. We gaan het gewoon proberen. Ik denk namelijk dat ik sowieso sneller ben. We zijn ook gewoon 5 levels hoger, dus als dit een critical hit wordt, dan hebben we die Snorlax denk ik gewoon in één keer verslagen. Oh, hij heeft 1 HP over. Vieze Snorlax. Nee. Hij sloopt toch nog gewoon de Surfetch met zijn 1 HP. Oké, weet je wat? Orbeedle, jij mag het afmaken. Jij hebt die XP nodig. Nee. Geen voeristoor op je Snorrilaxie. Dat vind ik A-relax, Snorlax. Kom op. Oké, ik ben benieuwd. Hoeveel pijn doet Psychic? Ja, veel te weinig. Daar was ik dus al bang voor, hè. Ik dacht al zoiets dat dit ging gebeuren. En dan doet hij Heavy Slam. Nee, dan gaat hij echt mijn Orbeedle nog slopen ook. Oké, het valt mee. Hoeveel pijn zou Struggleburg doen? Raak ik hem daar beter mee? Nee, niet echt, hè. De special attack is wel naar beneden. Maar ja, hij doet geen special attacks. Hij doet alleen physical attacks. Ah, heel naar is dit. Ik dacht dat ik die Snorlax wel in de pocket had. Maar doet hij even een voeristoor? Maar dat kan ik natuurlijk ook. Ik kan natuurlijk ook mijn Orbeedle gewoon even wat healing geven. Hier, Orbeedle. Hyper Potion. Laat je niet kennen, jongen. Wij kunnen dat ook. Ik vind echt dat die Heavy Slam trouwens heel weinig damage doet. Ik vind dat raar. Ik snap dat niet helemaal. Maar maakt niet uit. Ik vind het helemaal prima ook. Geef ons de tijd om gewoon die Snorlax te slopen. Want ik wist dat Snorlax deze ging overleven. Nou, nog 1 Heavy Slam. Hoppa. En dan is het nu
wel klaar, toch? Ja, kijk, nu doen we Psykicky. En dan is het gewoon klaar. Met Snorro. Hoppa! Doei, Snorro! Mazzel! Oké, hop doet nu Puncheertje. Ik vergeet altijd welk type Pokémon het is. Ik zet Rillaboom gewoon in. Ik denk namelijk dat het of een steen, grond of watertype is. Daar is die hoor, Puncheertje. Met zijn blote billenhoofd. Nee, het is geen steen, grond of watertype, want ik heb geen super effective move. Ik doe ook nog even de verkeerde move, eventjes gewoon. Ja, oké, Poison Jappy op mij. Ah, doe nou niet. Gaan we nu voor Drum Beating. En dan denk ik dat we Puncheertje toch wel nak hoor. Bap, 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 bap. Ja, nice. Volgens mij is Hoppy ook toe aan zijn laatste Pokémonie. Ja hoor, daar is die. Inteleon. Ik ga switchen. Ik ga namelijk switchen naar Toxtricity. Go, Toxtricity. Ik wil natuurlijk wel even al mijn Pokémon laten zien in deze video, hè. Dat snap je wel. En alleen Toxtricity had ik nog niet gebruikt. En dan kunnen jullie gaan beoordelen welke Pokémon mijn beste Pokémon is in dit team. Hoppakee, ja. Hoppy is wel sneller. Ja, dat weet ik. Inteleon is een knijtersnelle Pokémon. Dat maakt het af en toe wel lastig. Maar ik hoop maar dat Toxtricity het allemaal een beetje overleeft. Hier is die. Dynamax Inteleon. Ja hoor, kijk hem staan als een echte baas. Inteleon is ook al zo'n hele dunne, lange Pokémon. En dat is eigenlijk Toxtricity ook. Dat is ook zo'n hele lange, dunne Pokémon. Daar gaan we, Toxtricity. Hoppa. Come on. Let's do this. Nou, dan gaan we even zien hoeveel pijn hij mij doet. Hij kent in ieder geval een ijsaanval. Max Hailstorm. Doet niet heel veel pijn. Iets minder dan 1/3 volgens mij. Ben ik nou bevroren? Oh nee, het begint te hagelen. Maar volgens mij raakt die hagel hem ook gewoon. Dus dat is helemaal niet slim. Maar het maakt ook gewoon niet uit. Want we slopen gewoon die Inteleon met één klap. Lekker bezig, Toxtricity. Je ziet zijn hoofd helemaal niet, maar dat maakt niet uit. Inteleon is down, hoor. Hoppa. Zo fixen we dit. Geen enkel probleempje. Colossal en Orbeedoo gaan beide nog een leveltje omhoog. Oh, Colossal wil nog even een nieuwe move leren. En dan hebben we ons volgens mij gewoon gekwalificeerd, jongens. Gekwalificeerd voor de league, nou ja, de battles. Weet ik hoe ze dat noemen in deze game. In ieder geval de final battles. Hop zegt, nou, Rick, ik heb verloren, maar ik ben blij dat het van jou was. Ja, dat vind ik sportief, Hop. En de winnaar van de halve finales, de challenger die tot nu toe alles heeft gewonnen, is Rickachu. Hop zegt, weet je, zelfs toen Sonja zei dat het leek alsof jij en ik helden konden gaan worden. Ik heb me nooit echt een held gevoeld, zegt Hop. Ik denk echt dat jij in staat bent om allerlei grote dingen te gaan doen. Dankjewel, Hoppie. Ja hoor, daar zijn we. De battle is gedaan. Kijk eens, een Leon. Ja, die is er ook klaar voor. Die zegt, Rickachu, dat was een geweldige battle. Briljant. Eerlijk, soms had ik gewoon een traan op mijn gezicht. En dan te beseffen dat jullie uit hetzelfde dorpje kwamen. En zulke sterke teams hebben gebouwd. Dat vindt Lee geweldig. Hij had een enorme passie. En dat was een pure battle. Op elke mogelijke manier. Sommige trainers geloofden niet dat jullie het beste konden worden. Maar jullie zijn het echt geworden. En Lee zegt, mijn teammembers en ik. Wij zullen alles geven om onze uitdager te gaan verslaan. En die uitdager zou jij ook kunnen gaan worden, Rickachu. En Lee zegt, eigenlijk hoop ik daar ook op dat jij dat gaat worden. Hop zegt, inderdaad, Rickachu. Dat is wat er nu aan zit te komen. Als je even terug naar het hotel en wil uitrusten. Nou, doe dat dan. En Leon zegt, maar waarom gaan we niet eerst even met z'n allen lekker dineren? Nou, lijkt me een goed plan. Laten we even gezellig met z'n allen gaan chillen. Kijk, we zijn terug in het hotel. Ah, mooi hotelletje dit hoor. Oh, er zijn er weer verslaggevers die vragen, hey, uitdager Rickachu, heb je tijd voor wat vragen? De eerste vraag. Jij en Hop zijn allebei aangedragen, voorgedragen door de kampioen. Jullie waren rivalen, zou je niet zeggen. Hoe voelt het dat je je rivaal hebt verslagen? Nou, ik was gewoon blij dat ik hem kan verslaan. Vraag nummer 2. Als je iets zou moeten vertellen aan Challenger Hop, wat zou dat dan nu zijn? Ja, dat hij inderdaad de rivaal was die ik dacht dat hij was. Hij heeft het supergoed gedaan. Vraag nummer 3. Denk je dat je de finale kan winnen? Ja, natuurlijk kan ik dat. Tuurlijk, ik heb zelfvertrouwen. En Hop zegt van, nou, nu even wegwezen. Rick is al moe genoeg van de battles. We hebben een dinertje gepland met Leon. Dus, weet je, even wegwezen nu. Lekker hoor. Phew, bekende mensen die hebben het zwaar, hè? Hop zeg, ik hoop dat Lee hier snel is, want ik heb behoorlijk honger. Nou, Lee, kom op. Oh, een aantal uur later? Het is absurd. Lee is nooit te laat. Er klopt iets niet, zegt Hop. Hij doet altijd wat hij moet doen. Toen ik kind was, toen heeft hij me beloofd dat hij Pokémon kampioen ging worden. En dat heeft hij ook gewoon gedaan. En hij zou zich echt wel houden aan zijn dinerplannen. Yo! Yo, Piers! Yo, man! Piers zegt van, als je niet zo luidruchtig zou zijn, dan zou je een heel nieuw level van kracht komen. Hop zegt, houd toch op, Piers. Ik ben serieus gewoon ongerust. Dus je hoeft niet beide handen te gaan doen voor mij nou, Piers. Geef me eens wat echt advies. En Piers zegt, nou, als je de kampioen zoekt, dan hij ging naar Rose Tower. En maar waarom ging die naar Rose Tower? Nou, Piers weet het ook niet. Maar Leon heeft dus tegen Piers gezegd dat hij dat even moest komen vertellen. Gewoon aan ons. Dat hij dus niet zijn dinertje gaat halen. Hop vraagt zich, waarom Rose Tower? Wat is er in Rose Tower? Hop vraagt ook, ja, wil je ons even meenemen naar Rose Tower? En Piers zegt, ja, ik heb eigenlijk geen zin in. Maar ja, als de finales worden opgehouden, daar zit ik niet op te wachten. Ik wil ook
ook dat het doorgaat. En Pierce zegt ook, nou, ik haat jullie ook niet echt. Jullie waren goed genoeg om mij te verslaan. Ik ben wel blij trouwens dat hij ons niet zo erg haat. Pierce zegt, nou, ik denk dat we gewoon lekker samen gaan met Team Yell. Zullen we gaan? Ja, oké, laten we gaan. We gaan naar Rose Tower. Dus even kijken wat daar gaande is. Maar dat doen we natuurlijk weer in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze video's. Abonneer op mijn kanaal als je van Pokémon en Nintendo houdt. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!